gestafelde V-stitch. En zoals je kunt zien zit er diepte in die steek. Dat komt omdat we gaan werken met reliëfstokjes. En als je zo kijkt kun je misschien zien dat de stokjes er ook echt bovenop komen te liggen. En dat is natuurlijk heel mooi voor een sjaal bijvoorbeeld. Ik heb hem ook nog even in een ander kleurtje gemaakt. Dat je het verschil kunt zien. Ik ga je nu laten zien hoe je de gewafelde V-steek kunt haken. De opzettoer voor de gewafelde V-steek is een veelvoud van 5. En het is een steek waar vele variaties op staan en die je ook gerust zelf kunt toepassen. Want om nog even bij deze lapjes terug te komen, hier heb ik 2 stokjes aan de zijkant gedaan en hier maar 1. En dit is